Het thuisduel tegen PSV werd door ruim 17.000 toeschouwers bezocht. Daar zaten ook 80 supporters van KV Kortrijk tussen. Zij hadden een goede reden om in alle vroegte naar Kerkrade te komen. De eerste plaats om twee ex-spelers van KV Kortrijk te bezoeken. Spijtig genoeg zijn ze nu beiden geblesseerd. Maar dat weerhoudt er ons niet toe om plezier te komen maken en een heerlijke pot voetbal mee te maken. Want jullie gaan vaker ex-spelers van Kortrijk bezoeken? Dat is een van onze bezigheden, laat ons zeggen. We proberen telkens ieder seizoen een ex-speler van onze ploeg te gaan bezoeken wanneer die in het buitenland speelt. En waarom doen jullie dat? Gewoon omdat wij vinden dat onze spelers in Kortrijk toch een goede band hadden met supporters. Contact was er en we proberen dat zo wat te onderhouden. En dat wordt blijkbaar goed geapprecieerd door de ex-speler zelf. Missen jullie Hemte en de Beulen een beetje? Ja, toch wel, want het waren twee kanjers van spelers. Jimmy een enorm sterke linkervoet. En DVA zijn loopvermogen, zijn infiltratievermogen, schitterende spelers. Spijtig dat hij er niet bij is vandaag. Wat verwachten jullie vandaag? We hopen toch op zijn minst onze twee ex-spelers kort even te ontmoeten. Was het maar kort, maar we zouden ze toch graag even zien. Daar kom je toch ook voor, hè? Daar is het vooral om te doen, ja. Een uur voor de wedstrijd is het dan zover. De Beulen, die 3 seizoenen onder contract stond bij Kortrijk, arriveert bij het stadion en krijgt een mooi onthaal van de supporters. En een mooie pot voetbal? Ja, sowieso. Nederlands voetbal spreekt mij toch zeker aan en een deel van de supporters die mee zijn ook. Dus we verwachten een aangename namiddag. Zijn jullie volgend jaar weer? We hopen van wel. We proberen dat te regelen. Al, het is moeilijk met onze kalender. We moeten kijken wat onze ploeg doet. Wanneer het past, dat is zeer moeilijk, zeer moeilijk. Wel jammer hè, dat ze nou vandaag allebei geblesseerd zijn. Ja, maar dat gaat de pret toch niet bederven, denk ik. De sfeer zit er al goed in van vanmorgen, dus het gaat wel lukken, denk ik.